De Economische Controledienst heeft in Paramaribo controles uitgevoerd bij supermarkten, waarbij prijsopdrijving en het ontbreken van prijsaanduidingen zijn geconstateerd. Supermarkten aan de Goede Zorgweg, Evram Zegeweg en Koezewijnenstraat overtraden de wet op economische delicten. Producten werden in beslag genomen en de winkels werden gesloten. Het ministerie van EZ roept winkeliers op zich aan de regels te houden en de samenleving om vermoedens van prijsopdrijving te melden. President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren een presidentiële werkgroep geïnstalleerd om prioriteitsprojecten op gebieden zoals infrastructuur, sociale programma's, veiligheid, huisvesting, nutsvoorzieningen en gezondheidszorg te realiseren. Onder leiding van Urmila Ramlagan Singh zal het team 6 maanden toezicht houden, voortgang evalueren en acties implementeren. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende ministeries en nutsbedrijven. De president verzekerde dat financiële middelen beschikbaar zullen zijn om tastbare resultaten voor het land te bereiken. President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren een ontmoeting gehad met VN-ambassadeur Sunil Sitaldeen en minister Albert Ramdeen van Bibis om internationale kwesties te bespreken, waaronder conflicten in Oost-Europa en het Midden-Oosten. Suriname benadrukt diplomatieke oplossingen en humanitaire bijstand. Ambassadeur Sitaldeen overhandigde een verzameling VN-toespraken aan de president. Minister Ramdeen benadrukte Surinames toegenomen internationale profiel, wat leidt tot meer interesse en investeringen.